Stel je voor, in jouw kerk krijg jij bij aan het bidden. En dan wil je misschien wel een profetie ontvangen. Mm-hmm. Want we hebben van jou gehoord dat het in het Oude Testament, Nieuwe Testament veel voorkomt. Ja. Hoe ontvang je dat dan? Hoe ontvang je een profetie voor bijvoorbeeld je gemeente, voor je vriend of voor wie dan ook? Ja. Hoe werkt dat dan? Allereerst vind ik het, ik vind het nog steeds een heel mooi beeld wat Jezus zegt. Mijn schapen horen mijn stem. Als ik de stem van de herder profeteren, maar ook, en als ik dan profeteren heb over een woord doorgeven, begin je altijd als een lammetje. Als de herder zegt van die fluiten keer en de volwassen schapen lopen gelijk achter hem aan, want ze weten van hey, we gaan toch wel weer naar iets wat goed voor ons is. Maar een lammetje, die huppelt eerst die kant op, die huppelt een keer die kant op en dat gaat niet altijd even goed. Maar die moet af en toe wat die moet wel beter leren luisteren. En zo is het eigenlijk precies hetzelfde met ons. In het begin zal er nog wat ruis op de lijn zitten. Zullen nog wat onduidelijkheden zijn van oké, hoe verwoord ik wat ik voel? Hoe verwoord ik wat ik denk? Ik zie iets of ik ervaar iets, maar ik weet niet goed hoe ik het moet communiceren. Nou, zo geloof ik dat iedereen kan opgroeien van lammetje. Springen in het veld, wild, gekkigheid, niet weten hoe het werkt. Tot een volwassen schaap wat weet van als de herder dat bedoelt, dan weet ik ook dat hij dat bedoelt. Ja.